Ja, man, wees maar echt lief voor jezelf, want de rest gaat niet doen. Ik ben echt tot over mijn oren verliefd. Er zijn meer dingen in het leven die ik interessant vind dan drugs. Ik had nog veel vetter willen zijn. Hoi, en leuk dat je kijkt naar de ensemble-serie Bankhangen Met. In deze serie nodigen wij elke aflevering een nieuwe inspirerende, creatieve en vooral gezellige vrouw uit bij ons op dit leuke bankje om even te kletsen. Mijn naam is Tessa Poirier, ik ben content engineer voor Ensemble en ik zit hier samen met Emma Vloeimans, teamlead van Ensemble. En vandaag hebben we een gast die jullie vast allemaal wel kennen, namelijk Nelly Benner. Hey. Welkom. Nou, allemaal, dat betwijfel ik, Iedereen. Nelly, je bent begonnen met kunstfilms, je hebt geacteerd, je presenteert Drugslab. Een heleboel om op te noemen. Ik kan me best wel voorstellen dat als je zo actief bent in de media, dat je misschien zo nu en dan aardig wat mispercepties naar je hoofd geslingerd krijgt over wie jij bent of wat je doet. Dus mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk, waarvan hoop je zelf dat andere mensen jou van kennen? Ja, ondanks inderdaad alle andere activiteiten zoals ja, acteren, schilderen. Mm-hmm. Ja, toch wel van presenteren. Omdat dat mijn grootste missie is. Is dat echt je passie? Is dat echt wat je... Ja, ja, wel echt pas sinds Drugslab. Mm-hmm. Maar nu merk ik wel, oh ja, die kant gaat het op. En ik heb daarin gewoon een missie wat ik met programma's wil maken. Met Drugslab is het taboes doorbreken. Maar ik geloof dat er nog heel veel meer taboes zijn. En wat voor soort taboes cool. Zou je dan willen doorbreken? Ja, nou ja, bijvoorbeeld, nu is het dan gebeurd eigenlijk met nou ja, de gekke wereld rondom drugs. Mm-hmm. Mm-hmm. En omdat ik wel denk, ik vond het in het begin ook heel gek hoor, om snuivend op het internet te staan. Maar ik denk dat ik naast vind dat toch een hele grote wereld best wel schijnheilig is over zijn doen en laten. En of het nou op het gebied van seks is, of van drugs is, of van gender, of van, weet je, überhaupt. Dat ik denk, de wereld zou echt een stuk leuker zijn als we iedereen wat meer kon laten zien wat hij gewoon doet en daarachter staat. Mooi. Cool. Ja, we gaan hier zo nog even wat verder op in. Ja. We starten eerst met een, weer een soort vragenvuurtje waarmee we hopelijk jou iets beter leren kennen. Ja, be prepared. De eerste vraag is, wat is het meest gênante dat jij de afgelopen weken hebt meegemaakt? Wederom een feestje en wederom weer met een vrouw gezoend. Dat is echt niet gênant, maar wel dat ik de volgende dag dacht, was dat nou echt nodig? Wie was het ook alweer? Dan, waar was je de afgelopen week het meest blij mee? Ik ben aan het daten. Oh, wat ja. Leuk. Ik ben echt wel tot over mijn oren verliefd, geloof ik. Wat leuk! Ja. Dus elke keer als ik zo stom is, ik een berichtje krijg of zo. Ah, dan ben je helemaal giechelen. Je kijkt nu ook helemaal blij. Ja, ja, het is gewoon verliefd. Het is echt het allerlekkerste ter wereld. Echt lekkerder dan drugs. Ja, het is echt zo. Oh, het is zo lekker. Het is de ultieme high. Ja. Ja. Wat was dan de eerste gedachte toen je vanmorgen wakker werd? Ja, dat weet ik. Ik heb 3 katten. En op de een of andere manier als het winter wordt, dan zoeken ze de warmte op en überhaupt. En toen werd ik wakker en er lag er eentje zo hier en eentje lag lekker hier en eentje weer in mijn voeten. Maar toen dacht ik dus, maar eerst dacht ik wat lief. En toen dacht ik, ik hoop echt niet dat ik in mijn eentje eindig als een 60-jarig vrouwtje met alleen maar dieren in huis. Ja. Wat een fijne warmte. Ja. Dus toen heb je meteen je nieuwe lover geappt van, hey, hoe gaat het? Ja, kom je vanavond bij hem slapen? Zijn we nog een keer? Nou, jij doet natuurlijk 1001 verschillende dingen. Dus ik kan me voorstellen dat je jezelf misschien af en toe best wel een beetje voorbij rent. Doe jij doorgaans aan self-care? Ja, zeker. Ja, ik ben echt heel lief voor mezelf. Ik denk voornamelijk, wat het allerbelangrijkste is het laatste half jaar, is dat ik psychisch lief tegen mezelf ben. Dus ik kocht altijd wel leuke kleren voor mezelf. En ik ging wel naar de kapper en naar massages en dingen. Maar ik was wel hard voor mezelf. Ja, als iemand wat tegen me zei of kritiek, dan nam ik dat gelijk heel sterk op en moest ik daar wat aan doen. En nu denk ik echt, fuck jullie allemaal. Ik ben ik. Goed zo. En, maar dat is wel iets wat je moet leren. Ik denk dat dus inderdaad dat soort dingen als liefdevol voor jezelf zijn, lieve gedachtes, keer in de spiegel kijken en niet alleen maar zien wat er niet goed is, maar wat je denkt, hé, dit is wel mooi aan mezelf. En hetzelfde gaat over karakter. Van, ja, weet je, ik weet dat ik niet dat mensen ook commentaar op mijn karakter kunnen hebben, maar ik weet ook dat ik wel leuk eigenschappen heb. Dat vind ik denk ik het allerbelangrijkste rondom dat hele self-care of zo. Ja. Ja, man, wees maar echt lief voor jezelf. Ja. Want de rest gaat het niet doen. Muscles, mooi meegenomen, als andere mensen ook lief voor je zijn. Maar uiteindelijk... Je moet er niet op rekenen. Nee, zeker waar. Maar hoe is het je dan wel gelukt om dat zo voor elkaar te krijgen? Ja, ik denk, mijn moeder is 4 jaar geleden overleden. En ik denk dat ik nu langzaam een beetje uit de rouw ga. Mm-hmm. Maar in het begin was mijn moeder wel echt degene die altijd lieve dingen zei. En zij bekrachtigde me. Zij zei, je bent wel vet leuk. En zei, ik ben niet leuk. Ik ben vet leuk. Oh, zo, weet je. Ja. Maar toen viel zij weg. En toen opeens was er niemand die dat
weet je, die dat voor me deed of zo. Ja. Mijn vader was zelf verdrietig en mijn broer was verdrietig. En ja, dan kom je wel bij jezelf uit. Dat je denkt, oh ja, shit. Ja. Nu moet ik het zelf gaan doen, want mijn mama is er niet meer. Ja. En ik denk dat dat wel heeft geholpen, dat je wel sterk maakt. Ja, ja, absoluut. Ja. Dat maakt je heel sterk. En ik kan me ook wel voorstellen dat het niet van de een op de andere dag zomaar is gelukt. Nee, zeker niet. Nee. En ook wel de mensen met wie ik omga, hoor. Ik heb wel echt leuke vriendinnen die daar ook echt op hameren. Ook bij zichzelf. Maar... Ja. En daarmee bezig zijn, een beetje rondom het feminisme. En ja. Dat is leuk. Ik merk dat bij mijn eigen vriendengroep ook heel erg dat het inderdaad echt wel iets is wat speelt. Van voorheen, een stom voorbeeld, als je dan afzei, dat je dan zei, ik heb hoofdpijn, terwijl je hebt gewoon geen zin. Je zit gewoon even niet zo lekker in je vel. Dat je dat dan ook steeds meer kan delen. En dat mensen je niet meer judgen om het feit dat je zegt, ik heb even geen zin. Ja. Dat zijn hele kleine dingetjes, maar wel, denk ik, heel belangrijk als je... lief wil zijn mentaal voor jezelf. Superleuk. Ja, superleuk. En inderdaad dat je elkaar dus op die manier in elkaars waarde laat. Ja. Yeah. Mm-hmm. Al iets simpels, want zou ik vanavond bij je eten, maar je denkt, ik moet gewoon even alleen zijn. Ja. Yeah. In plaats van dat je dat toch doet en toch over je eigen grens gaat, hoe lief iemand anders ook is, is dat inderdaad ook in zijn mini self-care wat misschien wat belangrijkste is. Ja. Yeah. Yeah. Ik doe nu zelf dat ik op zondag eigenlijk nooit meer iets plan. En dat bevalt echt me zo goed. Yeah. Ja, in principe niet. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar ik merk ook dat ik dan terugkrijg van vrienden dat ze zeggen, oh, wat chill, dat moet ik eigenlijk ook doen. Yeah, ja, gewoon één dag blokken voor jezelf. Ja, en uiteindelijk kan je altijd last minute nog wat doen als je daar zin in hebt. Maar niet dat alles zo vaststaat. Ja. En lekker voor je hoofd, denk ik. Nu we het toch wel even over jou hebben. Ja. Hoe leuk is het nou echt om Nelly Banner te zijn? Hoe leuk is het? Kutvraag. Ja, man, wel leuk. Ja, ik kan niet onderuit. Fijn. Je treft me ook echt op een goed moment. Alles gaat goed. Lekker. Ik voel me goed. Mijn papa voelt zich goed. Vrienden voelen zich over het algemeen best wel goed. Ja, werk gaat als een trein. Je trekt het allemaal aan ook dan? Dat lijkt wel. Er zijn natuurlijk momenten geweest dat het echt niet leuk is om Nelly te zijn. Ja, de afgelopen jaren natuurlijk niet altijd even leuk. Ja, en ook gewoon soms ook gewoon wel spannende dingen. Of dat ik denk, fuck, weet je, ik ben niet... ik had nog veel vetter willen zijn. Volgens mij hebben we daar ook allemaal wel eens last van. Dat echt, Dan het eerste onderwerp van vandaag. We wilden toch even hebben over Drugslab. Ja. Daar ben je toch ook wel heel groot mee geworden. En in 3 jaar tijd hebben jullie rond de 1 miljoen abonnees nu, geloof ik? Ja, ik denk volgende maand 1 miljoen. Gefeliciteerd alvast. Ja, dat weet ik omdat we iets heel spannends gaan doen. Oeh. Echt, tenminste, we hebben het al gedaan eigenlijk. Dus ja, oké. We hebben het al gedaan, maar dan wordt het uitgezonden. Oké, ik ben nu wel echt heel nieuw. Ja, dat is echt teringvet. We hebben een ayahuasca-ceremonie gedaan. Oh! Dus, want ook als je vraagt hoe voel je, dat heeft daar ook mee te maken. Was het de eerste keer? Ja. Heel interessant. Niet normaal. Het allerheftigste, naarste, maar ook mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik zou dat zo graag een keer willen doen. Een vriendin van mij heeft dat ook een keer gedaan en die heeft haar hele geboorte opnieuw beleefd. Maar daardoor zoveel inzicht gekregen en gewoon allemaal puzzelstukjes van verleden en inner demons die gewoon ineens als sneeuw voor de zon verdwenen. Ja. Ja, ik geloof echt niet dat het geschikt is voor iedereen. Nee. En ook dat je weet wanneer je dat wil en moet doen. Maar ik denk, voor Drugslab was het voor mij een soort van rond, als ik dat nog zou doen met 1 miljoen abonnees. Echt gekotst, gescheten, alles. echt, het was echt verschrikkelijk. Ja. En het staat allemaal op camera. Ja, top. Je gaat allemaal kijken, het staat online. Door Drugslab heb je gewoon geen shame. Een beetje schaamte wel redelijk voorbij, denk ik. Ja. En wat is dan wat je het meest hebt geleerd van het presenteren van Drugslab? Ik zat aan de paddo's, aan de truffels. En toen keek ik het voor het eerst terug en toen zag ik mezelf voor die truffels. Dat was een van de eerste afleveringen en daar was ik nog wel echt van, weet je zo. Mm-hmm. En zo een beetje ongemakkelijk. Mm-hmm. Toen had ik die truffels gedaan en toen zag ik mezelf en toen dacht ik, hé, dit ben ik gewoon. Zo, geen masker, geen tierenlantijntjes. Niet aanstaan. Nee, ik zat niet altijd mijn haar goed te doen en ik was niet... En mijn stem was veel lager. En toen dacht ik, vet. Ik vond mezelf best wel oké als ik gewoon helemaal echt was. Ja. Mm-hmm. En ik denk dat dat het belangrijkste goed is bij presenteren. Maar überhaupt waar je dan ook bent, wie je dan ook bent. Van, dat mensen het best wel leuk vinden als je gewoon helemaal jezelf bent. En terwijl ik ook het gevoel heb dat er juist wel heel veel behoefte is aan die echtheid. Ja, zeker. Maar ik zoek het zelf ook nog, of zo, op social media. Want aan de ene kant ga ik er echt lekker op als ik een mooie foto van mezelf plaats en daar heel veel likes op krijg. Tuurlijk. Maar wie niet eigenlijk? Ja, maar je doet er dus wel een soort van aan mee. Terwijl eigenlijk, laatst had ik eens een foto geplaatst en die vond ik helemaal niet mooi, maar dat was een soort samenwerking. Dus toen dacht ik, fuck it, ik moet hem erop plaatsen.
En mensen gingen helemaal los, zeg maar, zo leuk vonden ze die foto. Ja, echt? Wat voor foto was het dan? Ja, gewoon echt een lachende foto. Gewoon dat gemaakt. Dat ik soort van, ja, aan het feesten was en ja, het echt ook wel naar mijn zin had. Gewoon maar, jij? Maar ik dacht echt, jezus, lach even iets sexier. Dat kan wel. Maar toen dacht ik, dat is wel grappig, dus mensen hebben het dan toch wel door wanneer je... Ze zien het wel. Ik denk, ik geloof wel dat er gezien wordt wanneer je het echt bent en wanneer je toch het bewerkt of inderdaad iemand bent die je niet... Of iemand probeert te zijn die je niet helemaal bent. Precies. En denk je dat zeg maar, je baan bij drugslab ook ervoor zorgt dat mensen je misschien af en toe in een hokje plaatsen? Of gewoon überhaupt de persoon die jij bent of uitstraalt op social media? Heb je wel eens het idee gehad dat dat gebeurt? Ja, tuurlijk. En wat voor hokje is dat dan? Ik denk toch wel dat mensen denken dat ik wel echt langlevende lol ben. Mm-hmm. Echt diehard raver. Ja, ben ik gewoon niet. Ik weet ook wel eens op straat lopen of zo, was het ook echt heel vaak, hey, drugslab. Oh, ja. Drugslab, ben Nelly, ja, ik ben niet alleen maar drugslab. Ja, precies. Ik heet geen drugslab. Ik heet geen drugslab, ja, zo. Maar dat is wel, denk ik, daarom is het ook goed om op een gegeven moment te denken van, ik wil daarover praten, maar het is klaar van, er zijn meer dingen in het leven die ik interessant vind dan drugs of zo. En, ja. En op een gegeven moment is dat klaar. Ja. En dan mag iemand anders dat gaan doen. Ja, precies. Dan heb jij gewoon een andere boodschap te vertellen. Ja. Laat dat nou net het volgende onderwerp zijn. We gaan het hebben over jouw boodschap aan de wereld. Want je hebt natuurlijk best wel een grote following op Instagram. Ja, je post heel diverse posts. Weet je. Je bent niet die standaard influencer, wat we net ook al zeiden. Je schildert, je doet echt van alles. En je bent ook best wel open in je captions, hebben we gezien. Is er een bepaalde boodschap die je daarmee wilt uitstralen of die je wilt verspreiden? Ja, ik denk dat het wel allemaal op dit moment een beetje samenkomt. Ik ben nu, daar wat we net over hadden, daar liep ik wel een beetje tegenaan op mijn Instagram. Dat ik enerzijds merkte dat ik ook een beetje meeging met het mooie en leuke en alles willen laten zien. Daarentegen merkte ik, zodra ik iets persoonlijks ging delen of iets wat niet zo goed ging, dat ik daar vet veel berichtjes op kreeg van, ah, dankjewel, weet je, of ik zit nu daarin en ik heb dat even nodig. Of toen dacht ik, oh, dat is leuk om elkaar een beetje te helpen. Nu heb ik Nel bepaalt het zelf wel bedacht. Oh, leuk. Ja. Wat leuk. Ja, het is elke woensdag dan, pin me er niet op vast welke dag het gaat worden, komen stories. Ja, en het gaat dus over allemaal dingen, over falen, of over de mentale kater, of over burn motherfucker, of weet je, of gewoon, nou ja, allerlei verschillende dingen, maar wel met in gesprek met mijn volgers of zo. Ja. En ik denk met boodschap dat het leven niet altijd leuk is, maar dat het niet erg is. En ja, het is echt zo halleluja, maar ik geloof echt, ik geloof oprecht in samen staan we sterk. En je kan elkaar helpen. En net zoals vrouwen onder elkaar. Mm-hmm. Ik begrijp niet dat vrouwen niet vet veel naar elkaar lachen en elkaar helpen. En, want wij zijn echt zo sterk. Ja. Wij zijn zo, mannen zijn ook echt te gek hoor, niet daarvan. Maar vrouwen vind ik zulke machtige, toffe wezens. Yeah. Maar we moeten elkaar wel helpen. Ja, laten we hopen dat dit dan ook ervoor zorgt dat andere mensen dat dus ook weer gaan delen. Ja. Omdat je een soort van cirkeltje creëert waarbij iedereen geen gêne meer heeft. En gewoon misschien juist meer de negatieve momenten laat zien dan alleen maar een poppenkast. Wat allemaal leuk en aardig is. Ja. Laten we gewoon de schaamte voorbij gaan. Ja, een beetje de schaamte voorbij. En het hoeft echt niet altijd. Ik bedoel, het is ook gewoon echt heel leuk om mooie foto's van mensen te zien. En tuurlijk, leuke verhalen te hebben. Ja. Maar ik denk inderdaad dat tegengeluid, dat ook voor jonge mensen heel belangrijk, echt heel belangrijk is. Zowel qua innerlijk als uiterlijk. Dat ik denk, ja, ik zou niet willen dat ik ooit een dochter heb en die alleen maar denkt dat ze op Kylie Jenner moet lijken. En, absoluut niet. Leven moet hebben of zo. Omdat ik er ook best wel gevoelig voor ben om mezelf te gaan vergelijken met andere mensen, vooral met vrouwen. Ja. Hele tijd geleden gestopt het volgen van alle influencers, waar die standaard mensen ook zoiets hebben van, ik werd er gewoon toch onbewust, onzeker door. En nu dat ik dat niet meer heb en ik gewoon mensen volg die, weet ik veel, planten en mensen die ik gewoon leuk vind. Die ook gewoon inderdaad de echte kant van de wereld laten zien. Dat geeft wel een stukje rust. Ik heb het ook hoor, dat ik mensen op Instagram zie en denk, ik ben zo niet. Yeah. Ja. Toch gaat het iets, doet het iets met je of zo. En je ziet ook maar een heel klein stukje van dat mega luxe leven dat iemand zogenaamd leidt. Ja. En het zegt natuurlijk ook weer helemaal niks. Ja. Ja. Ik volg dus nu allemaal van die body positivity of positive mind of feeling, whatever. Maar ik vind het dus echt serieus heel chill om af en toe van die, en ook van die affirmaties van, de toekomst gaat heel mooi worden, je gaat een hele leuke dag hebben, je bent goed zoals je bent. Ja. En dat lees ik dan en dan denk ik,
Zo is het. Ja. Het werkt dus, het werkt wel. Ja, sowieso. En dat leek me wel leuk. Ik dacht, oh, ik zou het wel echt leuk vinden als iemand mij volgt en dat diegene dan na het scrollen denkt, hey, fuck man, ik ga schilderen of ik ga een boek schrijven of ik ga, weet ik veel, nu lekker nieuwe kleren kopen, want ik vind mezelf fijn. Ik weet ik veel, maar in ieder geval een lekker gevoel te hebben. Ja, in plaats van dat je je telefoon weglegt en denkt, oh kut, dit leven heb ik niet. Ja, geef me een reep chocola. Ja. En je noemde het net ook al inderdaad, je schildert natuurlijk. En je schildert prachtige dingen. Waarom schilder jij? Hoe laat het je voelen? Het is denk ik wel begonnen, omdat, het is wel grappig, we komen steeds wel weer bij een soort zelfde thema terug. Mm-hmm. Ik acteerde dan een beetje en ik merkte wel dat iedereen had altijd al iets wel over me te zeggen. Of ik de rol kreeg of niet kreeg. Ja. Welke rol ik dan, weet je wel, wat voor speelde ik juist het mooie meisje of het lelijke meisje. Begrijp je, mensen hadden altijd iets te zeggen of ik goed was of ik slecht was. En met schilderen merkte ik gewoon dat ik dacht, lekker man, iets voor jezelf. Toen op een gegeven moment kreeg ik wel verkering met een gamer. Nou, gamer, daar doe ik hem echt onder. Was echt een vet lieve jongen, maar hij gamede wel echt heel veel. Ja. Ja. En dat was wel gewoon wel echt eenzaam. Maar hij zei, ga jij lekker schilderen en dat deed ik dus dan ook. Ja, dus daar, het is denk ik ontstaan vanuit niks met iemand te maken hebben of zo. Mm-hmm. En dat heb ik nog steeds. Van, je kan voor alles zeggen, maar het maakt me geen reet uit of je me schilderen mooi of lelijk vindt. Boeit me geen reet. Dat is gewoon puur voor jou. Is gewoon voor mij. Gewoon in mijn ateliertje, muziek erbij, mensen soms uitnodigen. Iedereen kan komen schilderen, kan een fles wijn meenemen. Gewoon, ik denk, en dan zeggen mensen, ja, ik kan niet schilderen. Zeg, maak echt geen reet uit. Nee. Ik ook niet. Weet je, pak gewoon die kwast, douw het erop. Ga gewoon in je blote reet desnoods. Gewoon, ultieme vrijheid. Ja, dus gewoon echt lekker op je gevoel daar gaan staan schilderen. Ja, en dat het gewoon even iets niet iets hoeft te zijn. Weet je, altijd moet iets goed of mooi of leuk of zo. Alles wat je doet, moet een soort van positief of moet of een doel hebben. Ja, een doel of het moet vooral goed zijn. Ja, dus met alles, toch welk werk je dan ook doet, op school, bij je ouders, whatever. En daarom is het zoiets, en het hoeft geen schilder te zijn, al is het gevel, ga je kleding maken of macrameën of porno. Yeah. Maar iets gewoon waar gewoon niemand iets over te zeggen heeft en wat niet iets hoeft te zijn. Dat is denk ik het allerbelangrijkste voor jezelf. Ja, ik vind dat zelf ook heel chill. Ik heb nu naailes en het is zo chill, want je zit gewoon met die naaimachine en dan kom je er niet uit. En dan doe je weer iets verkeerd, dan ga je dat weer zo lospeuteren, maar je denkt gewoon een paar uur lang nergens anders aan. Lekker, het hè? Is zo relaxed. Ja, ik kan het ook iedereen aanraden. Waarom schilder je eigenlijk altijd vrouwen? Want het heeft altijd iets met het vrouwelijk lichaam te maken. Ik vind vrouwen echt mooi. Mm-hmm. Ja, en ik denk wel dat ik wel ben begonnen met vrouwen schilderen en met die ronde vormen en zo. En het waren ook altijd naakte vrouwen. Mm-hmm. Maar ik heb ook wel altijd een soort van haat-liefde verhouding wel gehad. Denk ik, misschien wel heel veel vrouwen, maar gewoon met je eigen lichaam of zo. Dus ik was ook wel een beetje obsessief of zo. Ja. Oh ja. Ja, dat herken ik inderdaad ook wel eens. Maar je kan het, ik vind andere vrouwen altijd heel knap. Maar bij mezelf, ik vind mezelf ook wel aantrekkelijk hoor. Maar ik kan me inderdaad wel periodes herinneren dat ik dat heel moeilijk vond. Dat ik heel veel juist alleen maar keek naar andere lichamen. Ja. En dat dan vergeleken met die van mij. Ja, en ik denk dat daar wel in het begin die naakte vrouwen schilderen vandaan kwam. Hey, we zijn eigenlijk al bijna aan het einde van de aflevering gekomen. We hebben nog één slotvraag voor jou en dat is eigenlijk, je hebt het al een beetje verteld, maar hoe ziet de toekomst voor jou eruit? En heb je nog iets wat echt op je bucketlist staat? Ik heb zo'n oerdomme zin altijd in mijn hoofd. Ik zat ooit bij de oma van mijn ex op het toilet en zij is echt zo'n Nel Veerkamp, totaal overal tijgerprins. Mm-hmm. Cola vieux drinkt ze en ze rookt als een ketter. Ook een beetje een Nelrebel. Ja. Het is echt, ze had altijd een bordje van het Concert des Levens. Heeft niemand een programma gemaakt? Nee. En dat heb ik wel qua toekomst altijd in mijn hoofd. Van, je weet niet hoe het loopt. Het enige is dat ik echt hoop dat ik heel veel vette programma's mag blijven maken. Ja. En voor de rest, fuck it, we zien het wel. Vind ik een hele mooie. Zeker. Alright, dan wil ik je heel erg bedanken. Jullie bedankt, Nelly. Dat was echt leuk. Ik vond het echt leuk met jullie. Fijn. Ik vond het ook heel leuk. Altijd welkom bij ons op het gezellige bankje. Dankjewel. Vond jij dit nou ook een leuke aflevering en wil je meer? Dan moet je even abonneren op ons YouTube kanaal of ons volgen op Spotify. Doei! Doei!